Oké, in de auto. Ik had het adres al in de navigatie gezet, als het goed is. Mag je wel naar mij kijken, hoor? De foto's staan erop. En het ging heel goed. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend en ik heb me net gedoucht en aangekleed, want we moeten zo weg. Sarah die heeft zometeen een fotoshoot en dat is een foto en voor de uitnodiging, want ik maak natuurlijk elk jaar een leuke uitnodiging voor de verjaardag. Dat vind ik gewoon leuk voor later en dat ben ik ook echt van plan te doen zolang ik mag van haar. Dus ik hoop dat ze in de puberteit niet zoiets heeft van mam, dat ga ik echt niet meer doen. Ik hoop dat ze het dan ook nog leuk vindt. En we schieten gelijk ook even een of twee leuke fotootjes gewoon erbij. Maar de foto voor de uitnodiging gaat best wel wat werk in zitten. Ik ben heel blij dat mijn nagels lang zijn, maar ik krijg mijn ketting elke keer niet moe. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb weer dat kettingje met de serrahanger. Jee. Het is gelukt. Goed, ik heb er heel veel zin in. Sarah heeft er ook heel veel zin in. Dus ik ben heel benieuwd. En dan alles is verder klaar voor de uitnodiging. Dus zodra die foto dan klaar is, kunnen we die gelijk naar de drukker sturen. En hij is natuurlijk elk jaar qua tekst en foto anders. En de kleur op de achterkant die... passen we ook aan, maar verder doen we dan wel weer het lettertype en de grootte en het teken allemaal hetzelfde. Dan krijg je toch dat het doorloopt, zeg maar, dat al die kaartjes toch wel weer één geheel zijn. Ik heb het volgens mij wel eens in de vlog laten zien. Ze heeft zo'n mapje, zo'n mini fotoalbumpje, zeg maar, waar ze allemaal in heeft. Dus dan krijg je echt, zeg maar, een soort verhaaltje van kaartjes. Echt heel erg leuk. Nu deze nog in. Deze wat lastig. Omdat ik hier onder een verkeerd geschoten gaatje heb. Dus er zitten al twee naast elkaar. En die ene moet er dus niet. Want dan zit die en te laag. En die is ook doorgescheurd al een keer. Een stuk. Wat niet prettig was. Dus dan ben ik bang dat mijn oordak in twee is geluid. Zo. Daar zit hij in. En wat heb ik aan? Even wat simpels vandaag. Top van Friends Connection, broek van Opus en mijn oude vertrouwde doenlaarsjes. Alles wat mee moet heb ik in een make-up koffer. En toen bedacht ik me net dat ik nog een prop nodig had, maar die heb ik in mijn gewone tas zitten. Oké, in de auto. Ik had het adres al in de navigatie gezet, als het goed is. Locatie, ik zet altijd mijn locatie uit. Want ik wil niet altijd dat je ze kunnen trekken. Nee, doe maar even nu niet. Zo. Navigatie aan. Je wilt toch wat lekker doen? Kijk eens naar mij. Oogjes dicht. Oh. Je raakt je ezel licht kwijt. Ja. Ah.
Je bent aan de ene kant iets meer gepoederd en ik ga heel even bij je neus projecten. Kijk maar goed aan. Dat is een groen plekje. Even normaal, je lipje zo. Ontspannen. Laat je mond ontspannen op dan. Nee, ik zal even stilstaan. Je wilt het wel op je lippen en niet ernaast doen. Ik kiet dat dus. Waar zit het, ja? Ja, zit zo goed. Ja. Goed zo. Je bent een heel ander kind gelijk zo. Je hoeft niet te lachen van mij. Maar eerst gewoon in de camera kijken. Kim, mag iets naar beneden? Ietsjes? Ja, ja. Oh, maar nu kijk je heel op de roef. Kijk, het licht op de glas. Je moedervlekken zijn echt heel erg mooi. Ja, gaaf hè? Vind ik. Ja, ik hou ervan. Ik had er niet. Haat je dat? Ja. Maar dat maakt je gezicht zo mooi uniek. Foto's staan erop en het ging heel goed. Ik krijg als het goed is morgen het resultaat van de, voor de uitnodiging in ieder geval, maar misschien al alles. In ieder geval de selectie waaruit ik kan gaan kiezen. Ik kan mijn jas aan. En dat is buiten lekker, maar in de auto is het echt te warm daarvoor, hè? Nee hoor. En het ging goed, hè? Ja. Je moest even inkomen, even gek doen en daarna ging het echt super, super goed. Dat was wel heel fijn. Nu gelijk weer naar huis. En ja, we zijn best snel klaar. Dus dat is echt fijn. En ben je nieuwsgierig? Ik wel. Heel nieuwsgierig zelfs. We zijn weer thuis. Helemaal blij, tevreden, voldaan. Alleen Sarah en ik zijn allebei eigenlijk best wel een beetje moe. Dus we gaan even gewoon lekker voor de tv hangen. Dat doen we eigenlijk bijna nooit meer. Eerst deden we dat best wel vaak. Gewoon even een momentje gewoon samen knuffelen en hangen en alles. Maar ja, we zijn zo met dingen bezig dat dat er eigenlijk niet echt elke keer meer van komt. Dus daar gaan we nu even een momentje van maken. We moeten straks toch ook weer de deur uit. Dus dan is het ook wel leuk om even een momentje te hebben. Oké, dit werkt niet. Ik doe mijn kabel in mijn telefoon, maar hij vliegt weer uit. Oké, we zijn de deur alweer uit. We gaan uit eten. We gaan sushi. En Sarah, we zijn met Sevira. Mijn kleinkind is mee. We zijn thuis en echt, ik zit zo vol. Het was echt heel lekker. Ik vind het altijd wel lekker, maar ik weet niet, het was vandaag extra lekker of zo. Maar ik heb echt wel heel veel gegeten.
Dus ik heb echt het gevoel nu op dit moment dat ik echt 3 weken niet meer wil eten. Maar ja, dat is over 2 uurtjes ook alweer weg. En ik moet wel gaan doen. Maar ik heb geen zin. Ik ben in opstand. Ik baal trouwens echt zo. Mijn nagels kijken echt super lang. Maar deze twee heb ik al een twee heel stuk gebroken. Dus dat moet ik ze allemaal afhalen. Maar echt, kijk, dit is nagels. Ze zijn zo lang. En dan dit nu. In ieder geval deze nog wat langer, maar die moet nog goed veilen. En deze moet ik nog vormgeven. Dus dan zijn ze echt kort. Ja, deze was eigenlijk ook al gebroken. Dus in Astra ziet het er al niet echt meer uit. Maar die andere hand is nog wel echt goed. Dus ja. Misschien moet ze ook maar gelijk een kleurtje gaan geven. Nou, niet nu. Ik vind het echt tof dat ze zo lang zijn. Ik zou van mezelf en ze zien er echt goed uit. Ze zijn heel hard en mooi. Dus nou. So be it. Ik ga redelijk op tijd mijn bed in. Zeker voor zaterdagavond. Maar ik wil morgen echt wel veel doen. Dus dan is op tijd slapen best wel handig. Dus ik kan de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!